Ze stikken van de zenuwen. Maar ze zijn er wel klaar voor, denk ik. Ja. Dus ik zou zeggen, mag ik een applaus voor groep 8 en geniet van de wereldreis. Zien waar we uitkomen. Heerlijk. Ja, Vlinder, het is geweldig. Maar ga jij je vriendje niet missen? Ik? Nee. Jawel, ik weet het niet. Het enige wat ik wel weet is dat ik mijn hele leven al droom van een reis rond de wereld. Dit is mijn kans. Een reis rond de wereld? Maar de bestemming is toch nog niet bekendgemaakt? Nee, maar mij houden ze niet voor de gek. Dit schip heet de wereldreis. Dus dat kan toch maar één ding betekenen. Oh, denk je echt? Ja. Waarom wil je hals over kop met deze reis mee? Annabel, zeg vanzelf, het is een buitenkans. We mogen gratis met deze boot mee. Zie het als onze huwelijksreis. Huwelijksreis? En dan kom je nu mee 2 jaar geleden? Dan wilde je niet op huwelijksreis. Logisch, toen kost het allemaal voor geld. Nu kost het zelfs niet. Als ik tijdens deze reis veen krijg, hou ik jou verantwoordelijk. Ach, we zijn terug voordat je het erg hebt. Het is gewoon een korte cruise. Houd je eigenlijk je eigen briefkaart bij je? Het is een bewijs dat we mee mogen. Weet je het wel zeker, meneertje? Onze namen staan er geen eens op. Schatje, iedereen met de briefkaart is een winnaar. Ook jij. Ja. Yeah. Goedemorgen, Epe Koos met Roos en ik sta geheel tot de dienst. Adi Koos, welkom aan boord van de cruise ship De Wereldreis. Fijn dat je zo'n korte termijn kon komen. Maar waar zijn de andere matrozen? Andere matrozen? Je bent onze enige matroos, Koos. Zullen we Skip maar meteen in beweging zetten? Natuurlijk, kapitein. Kom voor elkaar. Hij is de zeilen. Zeilen? De wereldreis is een stoomschip. Een stoomschip? Maar daar heb ik helemaal geen ervaring mee. Maar je was toch een allround matroos, Koos? Hier, lees de handleiding en dan vlug aan de slag. Hup, hup. Vlinder, als dit een wereldreis is, hoe doen we het dan met school? We hebben maar een paar weken vakantie. Daar weet ik wel wat op. Hallo, spreek ik met directeur Hoekstra? Ja, ik wilde even zeggen dat Vlinder de eerste paar weken na de vakantie niet op school kan komen. Waarom dan niet? Nou, ze heeft last van spijbeleritis. U wil weten met wie je spreekt. Ze wil weten met wie ze spreekt. Wat zal ik zeggen? De, met je moeder natuurlijk. De, met mijn moeder natuurlijk. Hallo? Hallo? Uh-oh. Frank, heb je de puzzelboekjes wel meegenomen? Maak je geen zorgen, Annabel. Ik heb overal aan gedacht. En de verbanddoos? Ja. De pittenzaak? Ja. De e-reader, de wekker, de thermoscan? Ja, ja. Nee. En je zei dat je overal aan had gedacht. Maar schatje, ik heb er ook wel aan gedacht. Ik ben het alleen vergeten mee te nemen. Frank Vogelaar, als ik het in mijn vingers krijg... Zo, die twee hebben een bijzondere relatie. Over relaties gesproken. Vlinder, ik las zojuist een appje. Ga je zomer met deze boot mee? Oh Frits, het spijt me dat ik je niet persoonlijk heb kunnen vertellen. Die Lara en ik gaan op reis. We hebben een prijs gewonnen, zie je? Dus je gaat zomaar weg? Na alles wat we samen hebben opgebouwd? Opgebouwd? Jullie hebben net een week verkering. Dat is voor Frits, anders wil een record hoor. Blijf! Is dat? Dat zijn verlepsjes, trust me, mij er zijn dol op. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Vlinder houdt helemaal niet van bloemen. Huh? Maar ze heet toch Vlinder? Ik snap het niet, Vlinder. Waarom wil je opeens op reis? Luister, Frits, ik droom al mijn hele leven van een reis rond de wereld. Dit is een kans die ik moet grijpen. Ik hoop dat je dat begrijpt.
Als dat is wat je wilt, dan begrijp ik het. Goede reis. Dag Vlinder. Dag Fritsie. Kom jongens, we gaan trainen. Yes, there's a spirit. Alle ballen, Fritsie. Gaat het? Ja, gek hè, hoe het leven nu opeens helemaal om kan slaan. Gisteravond wist ik nog van niets en nu staan we op deze boot. Opeens gaan we een geweldige mooie reis maken. En dat allemaal door deze kaart. Precies, allemaal door deze kaart. Op een maandagochtend schrik je wakker. In de gang valt er een brief uit op de mat. Gaat met je de trap af naar beneden. Je hebt nog nooit zo'n prettig voorgevoel gehad. Nieuwsgierig lees je vliegers terug de zinnen die in gouden letters op de brief gaan staan. Je bent geselecteerd, je bent de winnaar. Pak je koffer, pak je spullen, je moet gaan. Geen tijdje te bedenken, ga maar gauw. Met rustig in de haven, wacht al op jou. Welkom aan boord, we gaan op reis. Lekker cruisen over zee. Wat een geluk, jij mag mee. Reis, je hebt reis. Je landt je in een paradijs. Je geluk gaat niet meer om, want je kiest de druivensop. Gefeliciteerd. Vrolijk bijt je windje door de haren. Nu je hoofd vol op de achterzijde staat. Je laat je oude leventje nu achter. Je laat de boel de boel de keuze van formaat. De haven die verdwijnt al in de verte. Een gevoel van ruimte raak je ongepland. En lukt je om jezelf te vermannen. Geef je over en geniet van het moment. De beste lucht, het water, stralen blauw. Een reis vol avonturen, wacht op jou. Reis, je hebt reis. Welkom aan boord, we gaan op reis. Lekker cruisen over zee. Wat een geluk, jij mag mee. Reis, je hebt reis. Je had je in een paradijs. Tegen mij aan het roepen? Ja, natuurlijk. Oei, dan kan ik maar beter even checken of ik u beneden wel gehoord heb.
Kapitein, kan ze even helpen? We kunnen onze hut niet vinden. Fenja, ik wil de kapitein eerst een andere belangrijke vraag stellen. Het is me namelijk opgevallen dat het schip maar één reddingssloep heeft. Dus? Wat als het schip zinkt? Ik kan niet zwemmen. Boeien! Wie zijn die ongure lieden die daar bij de reling zitten? Dat zijn Vlegel en Skobjak, twee oude bejaarde piraten. Ze reizen altijd met me mee. Gelukkig maar, op zee is extra perogen nooit weg. Een extra perogen? Oh wacht, ze hebben toch huis samen? Ze houden allebei een oogje van mijn cel. Kijk, we varen langs een eiland. Ik zie het, er is op het strand heel graag vis aangespoeld. Sorry nou met Joko, want niet zo vis ook weer. Wacht, er is een puntje van beton. Hij heeft een raar mutsje op, een ongeschoren baard en hij draagt versleten kleren. Wacht, dan weet ik het al. Ja hoor, precies wat ik dacht. Een aanlage walvis. Hoe was uw naam ook alweer? Mevrouw Flederis. Maakt u zich maar geen zorgen om uw veiligheid, mevrouw Flederis. Deze boot is helemaal safe. Flederis? Fenja, breng jij onze koffers naar het ruim? Ja, mevrouw. Goed, mevrouw. Waarom laat ik jongens zo zwoegen met die koffers, mevrouw Flederis? Flederis? Normaal draagt mama mijn koffers, maar hij kan mee op reis. Hij zit tot aan zijn tenen in de gips. Echt? Tot aan zijn tenen? Ja, vanaf zijn enkels. Mevrouw, ik kan de koffers beneden niet kwijt. Heeft het schip dan geen ruim? Natuurlijk heeft het schip een ruim. Het is alleen niet zo ruim. Misschien wil een Vlegel en Skabbejak wel op u. Koffers passen. Ik was er volledig vertrouwen hoor. Vertrouwen? Die twee? Tuurlijk, de scheepvaart vertrouwt al heel lang op ons. Hoe heet die in de zeil ook alweer, maar we heel, heel lang op zee hebben gezeten? Michiel Druiter? Nee, die andere, met wie we de zilverrood hebben veroverd. Hein? Ja, Hein! Mooi vent was dat, die van een knap partijtje. Ja, die Albert, die was mijn dreentje. Ik draag mijn koffers nog liever zelf dan dat ik ze bij hen achterlaat, bij wijze van spreken. Fenja, kom. Goed, mevrouw Flederis. Arme kerel, gaat het nog een beetje? Nee, ik heb pijn als ik niks doe. En pijn als ik kou. Au. Wat is er met hem aan de hand? Mijn man heeft kiespijn. Hij is weer schillen weg dan bij de tandarts. En het wou hij per se bij deze boot mee. Ik ben bang voor de tandarts. Begrijp dat nou? Au, au. Dit is Lars. En zij het Laura. Lars heeft eigenlijk altijd pech. Hij heeft ook een heel beroerd beroep. Ik zit in de automatisering. En hij heeft ook een auto van de zaak. De stakker. Dat is toch juist geweldig? Nee, het is een Audi. Arme kerel, heb je dag en nacht last van de kies? Ja, ik kan nergens anders meer aan denken. Wacht maar, daar weet ik wel wat op. Laat maar eens je duim zien. Au, au, mijn duim! Wat is er met je duim? Die doet zeer. En je kies, doet die nog pijn? Ach, dat valt goed mee. Graag gedaan. Arme, arme jongen. Als je weet, dat ik heel veel van jou. Ik ook van jou. Au, au. Oh meiden, was die zee mooi. Kijk eens wat een uitzicht. Gelukkig kan de wanverwacht met deze boot mee. Ik ben zo moe. Anders ik wel. Ik verzet geen stap meer. Want jullie wilden toch backpacken? We zouden alles lopen doen. Ja, toen wisten we nog niet hoe zwaar het was. Zwaar? Onzin. Ik zou nog uren door kunnen. Ik voel me net een hertje. Een hertje? Nou, Leila en ik zijn geen hertjes. We staan liever de hele dag stil. Hoe heet zo'n beest ook alweer? Wat voor een beest? Het lijkt op een hert, maar staat de hele dag stil. Een antilope? Ja, precies, wij zijn antilopen.
lopen. Opstaan, stelletje watjes, niet bij de bekken neerzitten. Als je wat van de wereld wil zien, moet je in beweging komen. Ja, toch? Blijf niet dromen in je luie stoel. Sta op of je mist een heleboel. Veel nu dan de foto's in een magazine. Is met je eigen ogen heel de wereld zien. Dus vooruit. That's the spirit. Zo, dat was waar. Stel je niet aan, het is maar een rugzak. Maar een rugzak? Het is een wonder dat ik niet door mijn rug zak. Ik draag wel zeker 15 blikken soep op mijn rug. Wat draag jij eigenlijk? Ik het? Nou, heel veel. Oh ja, wat dan? Gewoon allemaal praktische dingetjes voor onderweg. Eens kijken. Een multipack papier en zakdoekjes. Oei, heavy stuff. Wc-papier, 2 rollen beschuit en een zak chips. Chips, tongjas, chips. Dat moet wel zeker heel erg zwaar zijn. Nee hoor, het is light chips.
Weet je wat? Jij mag het komende half uur onze rugzakken dragen. Wij zorgen wel voor de jouwe. Prima, geen enkel probleem. Maak er maar een uur van. Meiden, wacht even, meiden. Dag meneer, weet u misschien waar de kapitein is? Ik zou het niet weten, maar kan ik u misschien helpen? Ik heb hier de handleiding van het schip, maar er mist een deel, kijk. Er staat ZOZ onderaan de pagina, heeft u dat gezien? ZOZ? Oh ja, nu zie ik het. Wat betekent dat eigenlijk? Het staat voor zie onderzijde. Het betekent dat je op de achterkant verder moet lezen. Het is de gebruikelijke afkorting. Echt? Tjonge, nu begrijp ik waarom ik op school van de meester altijd een onvoldoende kreeg voor mijn opstel. Ik gebruikte namelijk een andere afkorting. Welke dan? Zie achterkant, afgekort, zak. Ik ben Koos Matroos. Maarten van Rossig, aangenaam. Staat er nog iets nieuws in de krant? Ja, de datum. Maar ik lees de krant niet omdat ik van nieuws hou, maar omdat ik van geschiedenis hou. Van geschiedenis? De krant is ideaal. Daarin lees je wat er gisteren is gebeurd. Maar waarom is er zo'n groot gat uit de krant geknipt? Dat heeft de krantenjongen gedaan. Daar kan ik mijn hoofd er doorheen steken. Uw hoofd? Waarom zou uw hoofd door een gat in de krant steken? Daar sta ik ook eens in de krant. Ben je eraan gekomen met de handleiding, matroos Koos? Geen enkel probleem, maar ik loop nog wel tegen een paar kleine dingetjes aan. Het schip is in slechte staat, het is al tijdenlang niet schoongemaakt en er zit een kleine lek in de romp. Ik kom handen en voeten tekort. Geen probleem, ik regel op. Kijk, dat is een Summer en Frosty. Summer en Frosty? Ik wil naar het zuiden, want daar schijnt altijd de zon. Nee, we gaan naar het noorden, frisse lucht en lekker koud. Tjonge, waar is het gaan met jou steeds? Hé, hey, Schabbiak, zie je die ene meid die blauw haar heeft? Nou, als ik blauw haar had, dan liet ik haar verven. Het is gewoon eerlijk. Waarom drijf je altijd je zin door? Dames, wat is er aan de hand? Kunnen wij misschien helpen? Meisjes wil persen in haar warme plek. Ze denkt alleen maar aan zichzelf. Ha, jij dwingt me naar het ijskoud oord gaan. Dat is pas aasboel. Aaso wat? Sjaal. Volgens mij zijn die twee met verkeerde benen naar bed gestapt. Tja, we stappen wel vaker met de verkeerde benen naar bed. Met ons aantal benen hebben we dubbel zoveel kans. Ja, kans van een op vier. Dames, alle kibbel is toch niet nodig? Jullie zijn zussen van elkaar. Waarom proberen jullie niet gewoon scoonskip te maken? U hebt gelijk, we gaan het meteen proberen. Kunnen jullie meteen beginnen met de dek? Wat is hier de bedoeling van? In de emmer dampen, uitwringen en dweilen. Maar we hebben een briefkaart ontvangen. We zijn prijswinnaars. Gefeliciteerd en nu aan de slag. Zet jullie beste beentje voor. Ons beste beentje voorzetten? Dat gaat wel lukken, zus. Met onze handen benen hebben we dubbel zoveel kans. Kans van een vier. U mag ook een handje mee helpen, meneer Verrossig. Ik? Ik ben niet zodoener. Geef mij maar stof tot nadenken. Prima. Het hele skip zit onder stof. Dus schreef het zich maar lekker uit. Vlegels, kopjak, het schip maar water. Wilt u jullie naar ruim gaan om water te pompen? Maar u kunt ons toch niet aan werk zetten? We hebben een ernstige kwaal. Die hebben we opgelopen toen we een jaartje in de cel zaten. Echt waar, het is een kwaal die je krijgt als je lang in de cel zit. Oh ja, en weet die kwaal dan? Cellulitis. Ik geloof er niets van, en nu aan de slag. Kapitein, we zijn best van nieuwsgierig waar onze reis naartoe gaat.
Dat snap ik ze, maar als ik het verklap, is er geen verrassing meer. Goed geregeld, kapitein, maar ik zag nog wel een paar sombere gezichten. Geen probleem. Ik heb twee muzikanten geregeld die zorgen voor een goede sfeer. Als het goed is, zijn ze nu aan boord. Hoe zit mijn strik? Oh, goed hoor. Waar is die jou eigenlijk? Is dat een strikvraag? Nee. Mooi, want daar hou ik niet zo van. Adi Bob, waar is Job? Vandaag helaas geen Job. Dit is zijn vervanger Rob. Is hier ook net zo goed als Job, Bob? Je zult het verschil niet horen. Rob is top. Ik kan niet wachten. Kom maar op. Stop, ik kan nog meer. Het kan niet op. Kan je niet langer op, Rob. You've got a job. Wat leuk jullie te horen spelen. Zijn jullie beroepsmuzikanten? Ik wel. Rob heeft hiernaast nog een baan. Wat doe je precies voor werk, Rob? Ik zit in de zeelenopvang. 1, 2, 3. Maar ik moet nog veel leren. Genoeg gewerkt. Tijd voor een pauze. Moet je kijken, Rob. Mijn moeder heeft weer een strik om mijn lunchtrommeltje gedaan. Ik sta compleet voor gek. Vind je niet? Dat is strikvraag. Nee. Mooi, want daar hou ik niet zo van. Pop erop. De passagiers klagen omdat ze klusjes moeten doen. Wilt u jullie tijdens de werkzaamheden een concert geven? Kom mee. Nu, tijd is onze pauze. Soms vraag ik me af waarom we ons voor deze reis hebben laten strikken. Jij niet? Is dat een strikvraag? Nee. Mooi, want daar hou ik niet zo van. Ik heb een appje van de directrice van de zeelenopvang. Ze wil dat ik zo snel mogelijk de zeelen uitzet. Wat nu? Ik heb nog nooit eerder de zeelen uitgezet. Dat is verlaten zorg. Moet spelen, kom. Pop, wacht. Wat is er? Zal je niet eerst even je veters gaan strikken? Oh ja, natuurlijk. En ze zitten helemaal niet los. En dat was een strikvraag. Goedenavond, mijn naam is Frank Vogelaar. Ik ben vogelgraaf en mijn hobby is vogelspotten. Vogelspotten is erg leuk. Ik doe het vaak samen met mijn vriend of met mijn broer, maar nooit met mijn vrouw. Frank! Met mijn vrouw valt niet te spotten. Frank, ik heb een koud. Doe wat aan. Weet je wat het is? Jij bent zo weinig zorgzaam. Dat mis ik in jou. Zal ik anders even een deken en een kopje thee voor je pakken? Een deken? Kopje thee? Ik ben zwanger, niet ziek.
Weet je wat het is? Jij bent zo weinig land. Dat is het, je bent niet galant. Zal ik anders even een paraplu voor je vasthouden? Dat kan ik zelf wel. Waarom zoenen we eigenlijk nooit meer? Sorry, Skalt, je weet toch dat ik er niet zoveel van hou? Dat is toch gek? Onze buurman geeft de buurvrouw elke ochtend de zon als hij naar zijn werk gaat. Waarom doe jij dat nou niet? Hoor eens, ik ken dat hele mens niet. Hier, het is je vader. Dag, pap. Je wil niet weten hoe vreselijk het op deze boot is. We gaan zo dadelijk op spreekuur. Een uur! Ik geef haar 5 minuten. Langer niet. Ze is geen eens een echte dokter. Ze is een chirurgijn. Chirurgijn. Weet ik veel. Een chirurg, maar ook een chagrijn. En weet je? En wat ik te zeggen heb, vind je zeker niet belangrijk. Wat is er? Hij wil jou spreken. Hij zegt dat hij een belangrijke vraag heeft. Met Frank. U wil weten hoe het met het weer is. Het weer? Daar kan ik kort over zijn. Het is inmiddels droog, maar onder deze paraplu zeikt het nog steeds. Frank Vogelaar, als ik tussen mijn vingers... Oh, liefje! Oh, schatje met de grap! Jongens, de kust is veilig. Geen vlinder te bekennen. Kan iemand me nu eindelijk uitleggen waarom we op de schip gebleven zijn? We zijn op de schip omdat Frits en Meijs niet los kon laten. Mooi is dat. Nu missen we onze training. Trainen heeft toch geen zin. We trainen iedere zaterdag als een krant. Onzin. En zaterdag was het een goede wedstrijd van onze kant. Veel balbezit en goed positiespel. En van dat tiki-taki voetbal. Oh ja, hoe vaak hebben we dan gescoord? 0 keer. Nou, wat doe ik nou? We hebben tot nu toe elke wedstrijd met 5-0 verloren. Ik zie geen enkele vooruitgang bij ons team. Niks. Luister Frits, voordat jij bij ons team kwam hebben we 1 keer een oefenwedstrijd gespeeld. Niet tegen echte tegenstanders, gewoon ons team. Tegen 11 pionnen. En? 6-0 verloren, dus wat dat betreft boeken we vooruitgang. We missen gewoon een topscorer. Het is bij ons toch nooit iemand gelukt om ook maar 1 doelpunt te maken. Dat zeg ik. We missen gewoon een topscorer. 1 ding is zeker, aan mij heeft het afgelopen zaterdag niet gelegen. Ik heb zelfs 2 keer de bal en 1 keer de lat geraakt. Oh, dus jij scoorde die 0. Laten we eerlijk zijn, we kunnen er alle 3 geen klap van. Dat is misschien waar, maar ik ben tenminste vernoemd naar een goede voetballer. Een goede voetballer van vroeger. Jij? Ja, ik ben vernoemd naar Luis Figo. Mijn moeder keek al zijn wedstrijden op televisie. Daarom heeft mijn moeder mij Figo genoemd. Oh, ik ben ook vernoemd naar een beroemde voetbal. Mijn moeder luisterde altijd naar hem op de radio. Daar ben ik naar vernoemd. Oh ja, hoe heet die voetballer dan? Frits Spits. Als we een keertje een wedstrijd willen winnen, zullen we vroeg of laat moeten scoren. Maar de enige vraag is... Wanneer lukt dat deze keer? Als teamers in een dal, maar dan opeens krijg ik de bal. Alles gebeurt plots in een waas. Hij kiest voor een solo, niet voor een paas. Zie
zie de goal, dus ik neem een besluit. Kapitein genoeg snuit. Diep is weinig en goed, stop! Bedenk me niet en ik score met de lop. Eigen doelpunt! Eigen doelpunt! Waarom we geen enkel doelpunt kunnen maken. Misschien komt het door van zijn vertrouwensverlies. Kijk nou naar Amir. Die zit de hele wedstrijd op zijn telefoon te kijken. Hij bekijkt foto's op Instagram van een of andere meid. Van een of andere meid? Laat het zien. Hé! Hey. Zit jij foto's van voetbalvrouwen te bekijken? Van een voetbalvrouw, gewoon eentje. Wat moet jij nou met foto's van een voetbalvrouw? Nou ja, ik zit toch op voetbal? Dat is een goede reden. Doe je dat zij de reden is dat je op voetbal bent gegaan? Waarom niet, Frits? Op deze foto komt de karakter helemaal naar voren. Bye. Het draait jullie alleen maar om het uiterlijk. Echt niet, ze lijkt me gewoon heel erg lief. Maar ik snap niets van deze onzin. En dat haar allemaal om een of andere meid. Ho, niet zomaar een meid. Niet zomaar een meid? Nee, niet zomaar een meid. Wat is ze dan voor meid? Een Sylvie meid. Nou, zo te zien heb jij je goed voorbereid. Maar hebben we echt een hele tas vol feestspullen nodig? Het is al goed. Ik zal het hoedje opdoen. Goed? Goedemiddag. Mijn naam is Dr. Dini. En dit is mijn trouwe assistent. Zijn naam is U. Wat een gekke naam. Waarom heet jij U? Vandaar. Wat kan ik voor u en uw vrouw betekenen? Zoals je ziet, dokter, ben ik hoogzwanger. Dat is geen feestje. Let ze maar niet op alle feestartikelen. U is precies
heel lang bij mij in dienst. Hoe lang werken nu al samen, u? Precies, reden genoeg voor een feestje. Luister, dokter, ik zit met een probleem. Ik ben zo ontzettend zwanger, ik voel me net opgeblazen ballon? Ja, een opgeblazen ballon. Mijn buik wordt dikker en dikker. Er staat zoveel spanning op dat hij ieder moment kan... Ah! Ben je nou helemaal betoeterd? Waarom doe je dit nou? Het is al genoeg. Het is al goed knul. Ik ben niet boos op je. Maar laat het niet nog eens gebeuren. Rustig maar, schatje. Rustig maar. Dokter, hoe groot is de kans dat ik hier een borstbeen krijg? Hoe zou je dat vinden? Het zou me niet bevallen. Haha, je zou je bevallen. Heeft u ook al last van bekkenklachten? Mijn vrouw niet, maar ik wel. U? Ja, mijn vrouw zit heel de dag op mij te bekken. Maar ik mag niet klagen. Wat moeten wij daarmee? Het enige wat ik kan doen is rustig afwachten op wat komen gaat. En mocht er iets zijn, kunt u altijd even... Bellen? Juist, kunt u altijd even bellen. Nou, zo te zien heb jij je... Nou, je liet ons wel schrikken vandaag, maar ik ben niet boos op je. Er moet nog heel wat gebeuren vorige keer rond... Hoe zeg je dat? Lof? Juist, er moet nog heel wat gebeuren vorige keer rond... Waarom doe je dat nou? Hey, kom eens terug. Kom eens bij het baasje. Kom eens hier. Ik ben blij dat je met ons mee op reis bent gegaan, Mario. Ik denk dat onze passagiers wel wat lusten. Mooi, ik maak de lekkerste burgers van het land. Van Mario. Ik geloof dat er iemand komt. All systems are a go. 5, 4, 3, 2, 1. Mijn naam is Johnny en dit is mijn jetpack. Een jetpack? Wat is dat? Een raketrugzak. Daarmee ga ik naar de ruimte. Gefeliciteerd! Jullie zijn getuigen van mijn eerste poging. Willen jullie mijn handtekening? Zijn je nou gefeliciteerd? Ja. Jullie hebben je zojuist Johnny Jetpack ontmoet. De eerste doet hetzelfde die solo de ruimte gaat verkennen. Dat is een mooi verhaal om later aan kleinkinderen vertellen. Of niet soms? Doe het zelf, heb je die raketrugzak zelf gemaakt? Ja, daar staat het toch op. DX11? Precies, alles. Alles deed ik zelf. Maar hoe ben je hier terechtgekomen? Kleine storing in de software. In plaats van omhoog vloog ik keihard naar links. Voor de kijkers naar rechts. Maar willen jullie soms een Johnny Jetpack sticker? Als de herinnering van het historische moment. Ik heb er genoeg en ze zijn gesigneerd. Maar even tussendoor. Als iemand met mij op de foto wil, dan mag dat best. Dan leggen we de voorstelling gewoon even stil. Iemand? Ho ho, dat kan natuurlijk niet. Doen we een afloop. Niet gelijk naar huis gaan. Ik neem voor iedereen graag de tijd. Ik stel voor dat je straks aan de linkerkant van de zaal een rij vormt. Johnny, dit gaat zo niet. Je hebt gelijk. Voor u is het aan de rechterkant. Zeg Johnny, wat heeft de touw voor een functie? Oh, dat touw zorgt ervoor dat ik mijn assistent niet kwijtraak. Wacht. Hallo. Hallo, hoor je mij? Dan zet je schrap, dan trek ik je aan boord. Dit is mijn assistent, mijn beste tot nu toe. U mag best wel even voor hem klappen hoor. Hij heet Adrie, dat staat toch op zijn rug. Adrie is mijn derde assistent, vandaar de 3. En de A? De A is wat voor geluiden maakt tijdens de lancering.
Zeg, Adrie, wat heb je daar voor een mooie papegaai? Mooi beestje, hè? Hij heet Houston. Adrie neemt hem overal mee naartoe. Maar genoeg gekletst. Adrie, kun je mijn jetpack even resetten? Goed. Klaar voor de tweede poging. Ja, Houston en jij er klaar voor? All systems are a go. Aan de kant, vogeltjes. Hier kom ik. 3, 2, 1. Oh nee! Zo, die is er snel weg. Ik hoop dat de volgende klant wel iets bestelt. Dag meneer, kunnen wij wat bestellen? Wat is dit? Waarom zitten jullie met z'n tweeën in één grote broek? We zijn zussen. Zitten jullie soms aan elkaar vast? Hoe heet zo'n tweeling ook alweer? We zijn geen tweeling en zitten ook niet aan elkaar vast. Ah, maar jou doen jullie niet voor de gek. Hoe noemen ze zo'n tweeling ook alweer? Wacht, weet het al. Meneer, kunnen wij twee lumpia's bestellen? Lumpia's? Ah, nu weet ik het weer. Jullie zijn een Vietnamese tweeling. Helaas geen lumpia's, alleen maar. Oh. Mario, wij lusten wel een burger, niet waar, wat zit jij nou weer te eten in? Popcorn. Popcorn? Oh, ik bedoel popcorn. Popcorn? Oh, ik bedoel popcorn. Popcorn. Hey, alles is op. Dat zei je toch? Popcorn. Hier, twee heerlijke burgers op een broodje. Ze smaken vast super, Mario. Mario, waarom trainen jullie allemaal zo? Heb je bordje nog niet gezien? Het zijn beefburgers. Het is droog. Helaas, heb je ook honger? Wat heb je daar aan je kiezen? Een touw. Auw. Dat zie ik, maar wat ga je doen met die baksteen? Laten vallen. Jongen, jij wil echt graag van die kiezen, of niet soms? Nee, het moet voor een vrouw. Auw. Wat verschrikkelijk. Weet je wat je moet doen? Het zou langer maken. Dan kun je aan je vrouw laten zien dat het niet is gelukt. Lars! Lars! Heeft u toevallig een man gezien met kiespijn? Je bent hem net misgelopen. Heeft de man al lang kiespijn? Al weken. Hij poetst zijn tanden elke dag. Zijn tanden zien er keurig uit, maar zijn kiezen, die verwaarloost hij al zijn hele leven. Ach, Laura, zegt hij dan, ik ben hem helemaal niet zo kieskeurig. Ah, daar ben je eindelijk. Waarom heb je dat touw langer gemaakt? Dan doet het geen pijn. Hoe bedoel je, dan doet het geen pijn? Kijk maar. Au! Lars, dit kan zo langer niet. Kom, we gaan langs de dokter. Geef hier, ik wil het roer omgooien. Nee, geef hier, ik wil de andere begon gooien. Ha, denk me niet dat de bak zou halen. Nou, ik ga ook niet overstag. Ik laat me niet afschepen. Dames, deze ruzie raakt nog wel. Waarom zit je telkens in mijn vaarwater? Waarom heb ik zo'n harde dob aan jou? Ha, jij probeert me gewoon de loef af te steken. Logisch, met jou valt geen land te bezeilen. Dames, we zitten toch in hetzelfde skuitje? Precies, en het is uw schuld dat we hier in verzeild zijn geraakt. Waarom zijn we ooit met u mee in zee gegaan? Dames, ik snap dat jullie van de kaart zijn. Stop met het afhouden van de boot. Wees het recht door zee. Vertel ze welke koers ze varen!
van over ons reisdoel, maar Summer en Frosty hebben het stuurwiel losgetrokken, dus ja. Oh nee, wat nu? Zoals het gezegd luidt, we zien wel waar het schip strandt. Lara, wacht. Hè, Frits, wat doe jij op de boot? Ik ben nooit van de schiphaven gegaan. Ik kon Vlinder niet loslaten. Wauw, dat was echt de liefde. Kom, we gaan Vlinder meteen vertellen dat je er bent. Nee, dat kan niet. Ze wil op reis, weet je nog? Ze zit echt niet op me te wachten. Natuurlijk wel. Ze zit de hele reis al som voor zich uit te staren. Volgens mij mist ze je enorm. Ze durft het alleen niet toe te geven. Laat Vlinder niet zeggen dat ik ben, oké? Wat ben je hier aan het doen? Ik heb je overal gezocht. Niets, gewoon kijken naar de zee. De zee is zo mooi. Heb je al gehoord dat Summer en Frosty het stuurwiel hebben afgebroken? En nog wil de kapitein niet zeggen waar deze reis naartoe gaat. Belachelijk. Je wilde een reis vol avontuur, toch? Ja, maar toch voel ik me al de hele reis niet happy. Ik merk het aan je. Wat is er toch met je aan de hand? Zuid-Amerika. Toch ben je zo onrustig sinds deze reis begon. Alsjeblieft, vertel me toch waarom. Waar je komt of waar je gaat, de liefde reis je achterna. Zoek naar avonturen tot ver voorbij de horizon. Maar het maakt me niet gelukkig, de heldere lucht lijkt grauw. Want ik mis diegene waar ik zo van hou. Waar je komt of waar je gaat. Arme Vlinder, wat Frits maar hier. Weet je, nu ik er zo van nadenk, is het allemaal Frits' schuld dat ik me zo beroerd voel. Hij heeft me zomaar laten gaan. Ja, hallo, je wilde zelf weg. Dat weet ik wel, maar daar had ik me moeten tegenhouden. Door zijn slappe gedrag voel ik me nu doodongelukkig.
Je gaat me nu toch niet vertellen dat het zijn schuld is? Jawel, en dat ga ik hem laten merken ook. Vlinder, wat ga je doen? Een boze brief schrijven. Watte? Wat gaat ze doen? Niet vergoeds ben ik bang. Ah, jongens, fijn dat jullie zijn. Dit zijn Bob en Rob. Ze gaan een romantisch muziekstuk voorbereiden als verrassing voor Vlinder. Nu is het alleen nog wachten op het juiste moment. Ik vrees dat Vlinder eerst wat tot bedaren moet komen. Zou jij me willen helpen, Nidara? Alsjeblieft. Doe een goed woordje voor me. Dan komen we daarna tevoorschijn. Wat moet ik dan over je zeggen? Verzin iets, weet ik veel. Zeg dat ik goed ben in sport of zo. Wat ga je doen met die flessenpost? Die is voor Frits. Hij moet weten hoe ongelukkig hij me maakt. Een boze brief in een fles, dat verdient de jongen toch niet? Sinds wanneer ben jij zo fan van Frits? Frits is volgens mij een goede jongen, echt. Hij kan ook heel veel. Hij kan voetballen en hij kan squashen en hij kan tennissen. Dat is waar. En weet je wat hij nog meer kan? Nou, hij kan de schurft krijgen. Vlinder, ik begrijp dat je boos bent. Maar ik denk dat als je diep in je hart kijkt, je niet boos bent op Frits, maar op jezelf. Heb ik gelijk? Ik... 1, 2, 3! Sorry, slechte timing. Hé, hey, Dilara en ik hebben een vertrouwelijk gesprek. Geen paniek, we hebben niks gehoord. Nee, we vingen alleen maar iets op. Hé, hey, waar gaan jullie naartoe? Jullie kunnen me niet laten zitten. Frits? Vlinder, hoi. Frits heeft gelijk. Afspraak is afspraak. Dat is 5 tientjes, zoals afgesproken. Hoe kom jij er op deze boot? Ik ben nooit van een schip afgegaan. Ik kan je niet loslaten. Ben je nu boos om me? Boos? Tuurlijk niet, gekkie. Ik ben juist enorm blij. Ik heb je gemist. Beneden is alles afgestoft, meneer Verrassig. Moeten wij nu ook hier alles afstoffen? De kapitein heeft mij gezegd dat hij alles toch vrij wil hebben. Oké. Ze zeggen dat de bevalling van Aunt Belle elk moment op gang kan komen. Wat denkt u, meneer Verrassig? Het zou kunnen. Het ruikt hier behoorlijk weeg. Wat betekent die schreeuw? Zou de bevalling begonnen zijn? Misschien is Annabel begonnen met persen. Het klonk inderdaad als een persbericht. Laten we hopen op een goede afloop. Wacht even, bevalling, persen, maar we zitten op een boot. Vrouwen bevallen tegenwoordig waar ze maar willen. Dat is gewoon een kwestie van persvrijheid. Meneer Verrassig, kunt u ophouden met die grapjes over persen? Als jullie dat per se willen. Heeft u dan geen enkel medelijden met die arme vrouw? Wat zal ik ervan zeggen? Vroeg of laat moet zo'n baby eruit. Dat is nou eenmaal een wet van weeën en persen. Wat is er? Waarom zit u hier allemaal aan te staren? We dachten dat... Maar als u nu hier bent... Wie hebben we net al zo horen schreeuwen? Zo, die kies, die is eruit. Jonge dokter, dat was een hele bevalling.
Wat denkt de kapitein wel niet? Hij kan ons toch niet zomaar aan het werk zetten? Ons? Bedoel je dat ik niks doe, Fen? Ja, ik bewaar het overzicht. Kijk, dat stukje ben je nog vergeten. Bedankt voor de tip, mevrouw Fredders. Voor de laatste keer, het is Frederis. Ik heb goed nieuws. En slecht nieuws. Wat is het goede nieuws? Summer en Frosty hebben zojuist met de kapitein het stuurwiel gerepareerd. Het schip is niet langer stuurloos. En het slechte nieuws? De motor heeft zojuist wat begeven. Wat? Wat nu? Tja, er zit niets anders op. We zullen moeten gaan roeien. Roeien? Weet je wat? Ik ben er klaar mee. We stoppen ermee. Wat doet u met dat hek? Dat staat er voor de veiligheid. Anders rijden de mensen sneut. Lijkt me juist onveilig zo'n hek. Onveilig? Wat kan er nou verkeerd gaan met een hek? All systems are a go.
Zou u dat hek willen laten staan, meneer? Zet u dat hek gewoon weer neer. Dan moet ik direct even iemand waarschuwen. Hallo, hoor je mij? Houston, we've got a problem. Kijk, dat komt er nu van. Ik zeg u, deze personen zijn de grootste bedrijven voor de hedendaagse ruimtevaart. Wat zijn het nou voor mensen? Hackers, kom, ik help je overeind. Nee, pas op, het is daar nog. Johnny, zeg eens wat. Auw! Wat hebben jullie met Johnny gedaan? De vloer was glad en Johnny glijdt uit. Hij viel kaart naar links. Wat zeg je, Johnny? Voor de kijkers naar rechts. Kom maar, ik help je wel overuit. Misschien heb je iets gebroken. Gaan we naar de dokter. Ga je mee, Abby? De klusjes zijn klaar, kapitein. We willen nu graag antwoorden van u. Precies. Waar gaat onze reis eigenlijk naartoe? En dan nog iets. Waarom zijn wij prijswinnaars? We hebben nergens aan meegedaan. Hebba, wil je geen prijs? Waarom speel ik eigenlijk nog mee? Met wat wil je mee dan? Met de postcodeflesserij. Hé, wacht eens. Ik heb ook nergens aan meegedaan. En ik al helemaal niet. En wij ook niet. Hoe kunnen we deze reis dan hebben gewonnen? Ik zal het allemaal uitleggen. Ik organiseer al jaren kleine boters. Maar mijn skip was slecht onderhouden, dus daarom wilde niemand meer met me mee. En daarom heb ik briefkaart verstuurd en van jullie allemaal een prijs weer nagemaakt. Maar waarom ons? Waarom heeft juist ons uitgekozen? Ik heb niemand daar gekozen. Ik heb al 1000 briefkaarten verstuurd. Maar jullie zijn de enigen die zijn opkomende dagen. Dat maakt jullie echt avonturiers. Maar weinig mensen gooien zomaar alles overboord om met skip mee te gaan zonder te weten waar ze naartoe gaan. En u doet alleen maar kleine boottrips? Ja, we zijn alleen een eindje op de Noordzee gevaren. De Noordzee? Maar we gingen toch wereldreis? Wereldreis? Ha, wel nee. Ze weten alleen de skip maar. Ongelooflijk! Een reis die nergens naartoe gaat! Dat is toch zinloos? Zinloos? Helemaal niet. Kijk om je heen. Het dek is gekrapt, het skip is afgestaft en het ruim is leeggepompt. Wat wil je nog meer? Het kan niet beter. Het kan niet beter. Ik heb blaren gekregen van al de stoffen. U, meneer Van Rossig, wat dacht u van ons? Wisten jullie dat? Ik moest invallen met Wijlen omdat Summer en Frosty het stuurwiel kapot gemaakt. Schande. Fijn om te horen dat hij lekker is aan het Wijlen. Wat ze overigens niet heeft gedaan. Mond dicht, Fenja. De motor is trouwens ook nog steeds kapot, kapitein. Dat komt doordat jij geen verstand hebt van stoomschepen. Dat neem je terug. Wat een reis. Wat een geruzie. Het kan niet erger. Mis, het is erger. Er steekt plotseling een storm op, kapitein, en er is geen snappen aan. Luister, ik snap dat we allemaal in eenigheid hebben, maar we kunnen deze storm alleen er staan om samen te werken. Nee, het is hier voor zich. Daar is toch een keer een koos.
mevrouw Fredders. We moeten samenwerken. Samenwerken? Dat doen jullie maar lekker in je eentje. Het is belangrijk dat iedereen naar de kapitein luistert. Onzin. Ik luister alleen naar mezelf. De reddingsloep is voor mij. Luister, om een schip lichter te maken, zal iedereen moeten helpen. Alle zware spullen moeten overboord. Jullie horen het. Alles overboord. Helaas zijn allemaal beerburgers tijdens de storm.
allemaal weggespoeld. Geef niets. Eén ding is, voetbal is belangrijker dan snacken. Wat dan? Het is ons vaak steven van de schaal. Kijk eens wat een plezier is, saamhorigheid. Het is geen reis van de wereld geworden, maar ik had ervoor gauw kunnen missen. Ik ook niet. Weet je, soms gaat het niet om waar de reis naartoe gaat, maar met wie je op reis bent. Inderdaad, ik zal het als volgt willen verwoorden. Dit schip waarop we samen varen is slechts een metafoor. Wauw, diep. Geen idee wat het betekent, maar het ligt goed in het gehoor. Kijk eens wie ik zojuist in het water heb gevist. Meneer Van Rossig? Ja, hij heeft het ten nauwe nood gered. Koos heeft mij zojuist peddelnaakt uit het water gevist. Peddelnaakt? Oh, je bedoelt poedelnaakt. Nee, ik had mijn peddel nog. Er ligt ook nog iemand in het water met twee reddingsboeien. Ik heb er zojuist de touw toegeworpen, kapitein. Is het mevrouw Fledderus? Ja. Dan is er geen man overboord. Koos, ik heb een oplossing bedacht met het probleem van de voorstuwing. Ik heb mijn jetpack aan de achterzijde van het schip gemonteerd. We kunnen volle kracht vooruit. Werkelijk, dat is geweldig nieuws. Adrie, aan jou de eer. 3, 2, 1. Joehoe, we gaan als een speer. Vlegel, zie je het licht van de vuurtoren al? Ja, nee, ja, nee, ja. Goed zo, dat betekent dat de haven in zicht is. Annabel, ik zei toch dat we snel thuis zouden komen? Had ik ooit aan je kunnen twijfelen, Frank? Dan is het nu tijd om afscheid van elkaar te nemen. Precies, deze reis en ook deze musicalavond naderen het einde. Het gaat jullie goed, vrienden. Aan het einde van de reis, op de haven in
Mag nog één keer één daverend applaus voor deze toppers. Nou, het zit erop. Het is klaar, afgelopen. Het was toch wel een bijzonder klasje, wil ik toch nog even. Vooral als je het een poos alleen moet doen, wordt het toch een beetje mijn klas. Sorry collega's, hij was ook van jullie, maar toch. Hè, dan voelt het op een gegeven moment een beetje als jouw klas. Bijzondere kinderen kunnen over elk van hun wel wat zeggen, maar als ik kijk hoe sommigen dit jaar gegroeid zijn. Ja, aan het begin van het jaar nog amper iets zei je durfde te vragen en dan hier op het podium een solo staan te zingen. Hè, dat vind ik echt nog wel een applausje waard eigenlijk. Ja, er zijn hele bijzondere dingen gebeurd dit jaar en daarom hebben ze allemaal een speciaal plekje in mijn hart. Even overgaand naar de orde van de dag, want dat hoort er natuurlijk ook weer bij, of orde van de avond moet ik zeggen. Jullie gaan ze omkleden, je doet al je spullen in je tas, ja, en die breng je dan hier in de zaal. En misschien kunnen hier even een paar collega's mensen helpen, krukken opstapelen, alle spullen moeten in tassen. Het podium moet liggen, alleen het decor mag blijven staan in de bar. Dus misschien kunnen een paar helpen. Des te eerder hebben wij alle spullen de zaal uit. En dan staan we hier niet tot 12 uur. En nogmaals, bedankt. Ik heb van jullie genoten. Oh ja, je cijfer. Ja. Nou, een 10 natuurlijk. Ja, er ging helemaal niks mis. Ja, super. Echt super. En ik heb dit keer geen één man of the match. Jullie hebben het echt allemaal top gedaan. Echt waar. Super. Dus dat zijn 25 men of the match of zo. Ja, echt. Top, jongens. Dank je wel.